Jouw laatste artwork van dit seizoen. Mm. Kan je ons iets meer vertellen hierover? Ja. Ik zei eerst aan het begin, zei ik volgens mij, nee, dat zie je vanzelf. Mm-hmm. Dus wat zie je? Nou, ik zie dat er heel veel gebeurt. Zijn het mensen die ruzie hebben met elkaar? Of want er gebeurt links iets, er gebeurt rechts iets? Chaos. Lijkt op een soort van waterkanaal-achtig iets, klopt dat? Ja, het is de ballen eigenlijk. Oh, oké. Okay. Dus ja, het is nogal chaos buiten. Oh, vandaar ook hier dit raam natuurlijk. Ja, yep. En ik zie hier een... Is dit second computer? Nee, het is dichtbij. Komt okay. In de buurt. Beetje een hintje. Ja, wat gebeurt hier linksboven in de hoek? Dit is eigenlijk de fantasiewereld, weet je. Dus het is eigenlijk weer een soort artwork wat je zelf kunt bepalen. Ja, ik wilde de mayhem van de wallen laten zien, maar dan nog even een stapje verder gaan. En waarom heb je zeg maar gekozen voor deze kleuren? Gewoon de shop zit vol met kleuren, dus ik werd gewoon geïnspireerd door de shop. Dus. Want wat voor materialen heb je gebruikt voor dit artwork? Dit is eigenlijk alleen een kriel, stift en verf. En ik zag je net ook met een airbrush. Ja, die heb ik nu bij me inderdaad. En daarmee doe ik de laatste lichtjes. Dat is, ik vind het fijn materiaal om lichtjes mee te doen. Ik ga nu de final touches doen. Ja.